natuurlijk wel bekend. Ja. Maar dan leer je niet, hè. Een draaideer is een strijkinstrument, maar hij strijkt niet met een strijkstok. Hij strijkt, met een houten wiel. Dat zit hier. Dat wiel zit op een as gemonteerd. As zit een slinger aan. Je kunt dat wiel ronddraaien en dat wrijft dan tegen die snaren. En de snaren die hij aanwrijft zijn met dat witte spulletje ontwikkeld. Dat is watten. Hoor. Die nemen dat. En dat is omdat dat een soort knecht biedt en omdat het ook zo snel slijt. Ik heb verschillende soorten snaren tot mijn beschikking. Hier om te beginnen vier resonanssnaren. Dat zijn dunne metalen snaartjes, die lopen vrij over het lab, komen helemaal niet tegen dat wiel aan. En die kun je dus niet zelf aan het piepen brengen, dat moeten ze uit zichzelf doen. Dat heet resoneren. Resonanssnaren. Dan heb ik twee melodiesnaren, dat zijn deze twee. Daar kan je het versje op spelen, omdat ze door deze koker heen gaan. Die koker is uitgedrukt met toetsjes. En die toetsjes kan je optillen en die hebben ieder twee houten vingertjes. Dit is uit de tijd dat die grammofoonopnames mechanisch ging, hè? Dus in de tijd van Edison. Je babbelt in zijn oren, aan het eind zit een trommelvliesje dat gaat trillen. Er zit een bijtertje aan die krabbelt, die trillen in de plaats. Dat zit van een. En dit gaat net andersom. De trillingen van de snaar worden overgebracht op dit trommelvliesje en dat wordt door die horen versterkt. En dit werd geacht beter op te nemen, of dat nou zo was. Dat hij heel richting je moet goed naar die opneem horen toe mikken natuurlijk, anders gaat het niet goed.